Welkom bij Topnames, iedere dinsdagavond vanuit De Waag in Amsterdam. Vandaag de gast Mark Joosten en Marijn Pijnenborg. Jullie zijn van Boralis. Ja, klopt. En wat doen jullie? Goed, dat mag jij vertellen. Ik heb geen idee. Ja. Wij doen een aantal dingen. Wij ondernemen en investeren. Ja, dat is het eigenlijk. En meer ondernemen en ook een beetje investeren. Ja. Nou is het merk Boralis niet heel bekend bij de Nederlanders. Nee, precies. Als je nu op zo'n verjaardagspartijtje moet zeggen, oké, wat doet dan Boralis? Hoe vertel je dat dan? Ja, Boralis is ons investeringsbedrijf. Ja. Dus wij investeren in een hele vroeg stadium in internetbedrijven. Ja. En, ja, we proberen af en toe dus een focus aan te brengen, maar dat lukt niet. Dus. Ja, dat viel mij ook op. Ja, precies. We hebben een hot naar her. En, daar komen we zo meteen nog wel even op terug, dat jullie altijd, denk ik, de gesprekken met de ondernemers voeren op focus, 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 focus. Precies, ja. Maar dan gaan we straks nog wel eventjes tegen jullie het portfolio aanhouden. Ja. Jullie zijn bekend geworden van, denk ik, van een aantal grotere partijen die iedereen kent, waar jullie in hebben gezeten. Bijvoorbeeld Funda, een hele tijd geleden. Ben je daar nog steeds heel trots op Funda? Tuurlijk, alles wat we gedaan hebben, zijn we best wel trots op. Maar we zijn natuurlijk wel eerder begonnen met Freeler, hè? Dus daar kennen misschien mensen ons eerder nog van. Ja. Dat was gratis internet, hè? Dat was de eerste gratis internetprovider van Nederland. Met een dag, want de dag na ons kwam Zonnet. Ja. Van Versatel. Ja. En de dag daarna kwam Moovit. En de dag daarna kwam Knock Knock. Ging het zo in de lucht? Ja, dat was echt ongelooflijk. Ja. Maar dat hebben we expres zo gedaan. We waren de eerste inderdaad. Dus dat was wel leuk. En daarna hebben we Funda gedaan. Dus heel veel plezier. Ja, hey, we gaan niet helemaal chronologisch doen. Want dan zijn we volgens mij 2,5 uur bezig. Ja. Maar misschien wil ik wel in ieder geval even leuk vinden om te zeggen. Want een aantal namen hebben wij jullie ook al gehad. Hè, waar jullie een rol in gespeeld hebben. Als ik jullie lijstje nakijk. Kijk op boralis.com. Je ziet een mooie tijdlijn. Springest hebben wij meerdere keren aandacht aan besteed. Ja, is hier geweest. Met Horocratie. Ja. Ja, dat is een verhaal op zich. Human. Human Co. hebben we te gast geweest. Waar jullie in geïnvesteerd hebben. Usabilla. Nou, bij Human hebben we ook zelfs aan de wieg staan van het bedrijf. Dus volgens jullie eigen tijdlijn is het investeren. Ja, we verhalen dus, wel voor elkaar. Ja. Ja. Dus er zit, zeg maar, in jullie tijdlijn ook een duidelijke link naar de gasten die wij al in ons programma hebben gehad. Iems is namelijk ook nog eentje. Iems is ook bij ons geweest natuurlijk. Dus dat als het eigenlijk zijn we gewoon een hofleverancier van jullie programma. Dat is een beetje wat je wil zeggen. Ja, of jullie blijken de investeerder te zijn achter de bedrijven die wij interessant vinden. Ja, dat zou ook kunnen. Wat wel opvalt als je dat lijstje zo ziet, is dat de laatste tijd jullie een aantal dingen in de gezondheidszorg hebben gedaan. Mm-hmm. Dat begon natuurlijk al met Human, wat daar aan raakt. Inmiddels hebben jullie Heilzaam BV neergezet. Ja. Vertel eens wat dat is en waarom jullie daarmee begonnen zijn. Ja, misschien als je de dingen een beetje uit elkaar haalt. We investeren in de dingen die we leuk of interessant vinden, waar we denken dat we wat van kunnen leren. Wij ondernemen zelf in markten. Als we denken dat we dat opener, transparanter of iets dergelijks kunnen doen, dan is het echt een markt en dan duiken we ook in die markt. En dat hebben we natuurlijk in de huizenmarkt gedaan, dat hebben we in de automarkt gedaan. En dat doen we nu een aantal jaren al in de gezondheidszorg. En daar hebben wij ook wat dingen geprobeerd. Dus we proberen het ene, we hebben jongen neergezet. En toen dachten we, we zien er nog wel andere mogelijkheden. En eigenlijk zie je dat we daar nu structureel een ondernemer in zijn. We hebben daar een aantal bedrijven in overgenomen en ook een aantal dingen in touw gezet. Dus je ziet dat die gezondheidszorg, dat nu echt een stuk is waar we zelf als ondernemer zitten, een beeld hebben waar we naartoe willen gaan en dat ook aan het belangen zijn. Gaat dat bij jullie altijd samen? Dus weet je wel, zo'n markt echt induiken, zelf ondernemen en investeren? Want je bent dan niet een klassieke investeerder, hè? Want die scannen de markt voor interessante start-ups. Nee, dat doen we ook niet. De Excel-sheets die ze altijd meenemen, die lezen we ook niet. Die interesseren ons eigenlijk ook niet. Wij kijken echt naar of we het zelf zouden willen doen, dat project waar mensen mee komen. En of het mensen zijn die dan het een beetje op, niet op dezelfde manier, maar op een manier ook kunnen uitvoeren waar we het mee eens zouden kunnen zijn. Ja, dat begint met dat je in een markt Nou ja, maar dat hoeft niet altijd. We zitten nu ook in Otrium, wat een damesmodemarkt is, waar ik nu echt geïnteresseerd in ben. En zoals je ziet, Marijn eigenlijk ook niet. Maar, laat jij je dat gewoon zeggen? Ja, maar dan gaan we weer eigenlijk voor de bevlogenheid van die mensen. Het is een heel groot cliché om te investeren in mensen, maar ja, uiteindelijk komt het daar eigenlijk toch wel op neer. En wat Marijn eigenlijk ook zegt, misschien investeren we eigenlijk ook wel weer in bedrijven voor onszelf.
Omdat we heel veel denken van die mensen te leren. Dus die mensen willen we dan graag bij ons houden. Omdat zij een bepaalde manier van denken hebben, een bepaalde manier van doen hebben, waar we denken van, hey, daar kunnen wij met ons eigen bedrijf ook weer heel veel plezier van krijgen. Ja, wil je ook niet gewoon met je poot in de modder meewerken? Nee, volgens mij doen we dat investeren alleen met name bij mensen waar we dat helemaal niet hebben. Omdat die hebben het zo goed voor ogen. Dus bij Oudring, we zaten daar ook. Het was ook leuk hoor, Mark zei van, ik zeg niks. Ik denk, ja, waarom zeg je nou niks? We hadden al een keer met ze gesproken. Ja. En toen ging ik zitten en dacht, na 10 minuten dacht ik, ja, dit is het. Deze mensen weten precies wat ze gaan doen. Ze doen nu heel iets anders hoor, maar... Ja, precies. Ze weten precies wat ze doen. En ja, dat gaf zo'n goed gevoel. Ja. En dan moet, als wij daartussen waren gaan zitten met hele slimme opmerkingen van, heb je daar aan gedacht? Of moet je niet dat? Ja, dan verbreek je dat proces. De magie van... Ja, wij zijn ook hele slechte aandeelhouders. We krijgen bijvoorbeeld bij Otrium krijgen we elke week een update, maar die willen we helemaal niet. Dus daar zijn we helemaal niet in geïnteresseerd. We willen helemaal niet daar zo dicht op zitten. We willen gewoon, als zij ons nodig hebben voor ons netwerk of voor extra geld of wat dan ook advies, zijn we er natuurlijk. Maar laat vooral hun eigen dingetje doen. En we zijn er, als er in een bedrijf meerdere aandeelhouders zijn, dan zijn wij altijd solidair met de founders. Dus wat die willen, staat voor ons eigenlijk voorop. Ja, interessant. En dan kunnen we ze helpen om een vuist te maken tegen andere aandeelhouders die dat misschien anders zien. Hey, je zei over dat ondernemen, dan ondernemen zeg maar in een markt. Je zei huizen, auto's, gezondheidszorg. Ja. Wat hebben die drie, wat hadden ze gemeen op het moment dat jullie daarin stapten? Nou, misschien moet het andersom. Dus eigenlijk, als je ziet wat de rode draad is in al die dingen die we opzetten, zijn het allemaal dingen dat we vanuit een consument denken. En dat we kijken, dat we denken, hé, die markt die is wat ouderwets, die is wat vastgegroeid, die is eigenlijk heel, heel intransparant. Eigenlijk, de consument weet veel te weinig om goede keuzes te maken. Dat was in de huizenmarkt zo. Want het was nog in de tijd dat je een fax kreeg. En dan wist je alleen het adres. En dan moet je op de plattegrond gaan kijken waar dat was. En je was totaal van een makelaar afhankelijk. Ja, een makelaar. En die dacht ook echt niet dat het slim was om foto's te geven. Want iemand moet eerst het huis zien. Je ziet dat helemaal gedraaid is. Dat is de passie die we hebben. En die hadden we bij de huizen. Bij de auto's dachten we ook, dat is eigenlijk interessant. Waarom maak je nou eigenlijk een keuze voor een auto? Wat is nou... Nou, dacht, financiën zou je eigenlijk veel meer inzicht in moeten hebben. Dat hebben we ook helemaal omgedraaid. Waarop iedereen zei, ja, nee, maar een auto kost niet 500 euro per maand. We hadden een ander probleem. Het kost die wel, alleen niemand wil het weten. Ja. Ja. Maar daar zat dezelfde passie eigenlijk achter. En toen hebben we elkaar aangekeken, want we hebben dat op een gegeven moment hebben we het autostuk verkocht. En toen zaten we weer tegenover elkaar. Wat gaan we nu doen? En toen hebben we gezegd, laten we nou zo'n markt kiezen die we eigenlijk zelf ook heel erg leuk vinden. Dus toen zijn we het een beetje, dachten we, laten we beide dingen, de passie voor dingen transparant maken, iets combineren met een markt waar we ook heel veel passie voor hebben. Ja, goed, dat was motoren, maar dat mocht niet van Marijn. En toen, nee, toen zei ik, wat nog meer naast motoren? Ja, er moet meer zijn. En dat werd gezondheidszorg? Ja. Gezondheid misschien wel. Ja, gezondheid. Dat heeft een hele serie... Want human is geen zorg, zeg maar. Nee, dat heeft een hele serie activiteiten opgeleverd. Ja. Investering en aan de wieg staan van human. Nou, die hebben we hier aan tafel gehad. Ja. Ziekenhuis.nl, dokter.nl, gezondheidspleinen.nl. Precies. Wat is jullie idee? Waarom zijn jullie hier zo ingestapt? In die gezondheidswebsites bedoel je? Nou, in de gezondheid als thema. Oh, gezondheidsthema. Nou ja... uitgelegd, weet je, de woningmarkt was duidelijk. Wat is in de gezondheidsmarkt wat er moet... Nou, eigenlijk, het is ook misschien een beetje een cliché, maar we denken dat daar de consument veel meer macht en veel meer regie over zijn eigen gezondheid en zijn leven en zou moeten hebben. En dat het nu heel onduidelijk is. Van, wat is de kwaliteit van de zorg die je krijgt? Bij wie kan ik het beste terecht... waarvoor krijg ik vergoedingen en waarvoor niet? Allemaal van dat soort. We zijn ook begonnen met een concept over medicijnen. Als je gaat kijken, er zijn zoveel databases over medicijnen. De kosten, de bijwerkingen, hoe je het met de bijwerkingen, enzovoorts. Maar het zijn allemaal losse
dingen. En allemaal eigen organisaties die dat in stand houden. En er is niemand die dat allemaal bij elkaar brengt, zodat jij en ik weten dat als we zo'n pil moeten nemen, wat het dan precies inhoudt en wat de alternatieven zijn die je hebt. Hey, maar er zitten twee elementen in. Je zei terecht gezondheid. Maar als je naar human kijkt, de bedoeling van human is mensen meer te laten bewegen. Ja, preventie. En dat is eigenlijk het is niet een makkelijk ding, maar dat is iets waar je geen last hebt in ieder geval van de regels, overheden, et cetera. Ja. En als je het hebt over als je bij de zorg uitkomt, dat is eigenlijk de moeilijkste te veranderen. Nee, nee, al die regels die lappen we gewoon anders laars. Daar gaan we ons helemaal niet mee bezighouden. Dus zo gauw je echt gaat tunen op zorgverzekeraars of ziekenhuizen of dat soort markten, daar zijn wij niet van. Wij zijn gewoon voor de consument. Heb jij en ik nou nodig om een betere gezondheid te hebben en te houden en te verkrijgen? En wat me ook vooral opvalt is dat het heel reductioneel is wat jullie aan het doen zijn. Ja. Dus met heel veel nieuwsberichten en thema's. Ja, en, nou, nieuwsberichten wat minder. Maar onderwerpen worden beschreven, het is handwerk. Ja. Weet je dat niet schaalbaar. De reden waarom we dat gedaan hebben, wil je dat weten of niet? Ik hoor dat niet vaak als ik Nee, hij wil niet weten. Hij wil niet weten. Maar misschien wel weten. De kijkers thuis wel. Ja. En die willen niet weten. Nou, daar is je precies. Kijkers. Nee, maar het is zo dat dat kwam eigenlijk door Human eigenlijk, dat we daarmee bezig waren. En met Mobile Health, we hadden echt hele leuke nog steeds. Hele leuke nieuwe apps bedacht voor je gezondheid en preventie. En ze van, ik kan wel weer een nieuwe app in de markt zetten, maar het bereik. Er zijn zoveel van dat soort initiatieven op e-health. Ja. Hele goede initiatieven, maar het is allemaal, niemand komt daar. Niemand weet ervan. Heel versnipperd. Ja. Heel versnipperd. En toen zeggen we moeten eerst bereik gaan maken. Dus we hebben Heilzaam opgericht. Want heel gek dat die naam nog vrij was, maar die was nog vrij. Dat hebben we nog genomen. En ik kan me nog herinneren, dat wij uit de notaris liepen. Dat we de zoveelste keer in zo'n notaris moesten. Voor die kerstboom van BV. Die markt die kan ook wel een beetje. Daar heb ik laatst met de notaris over gehad. Dat is heel saai, die markt. Ja, het was wel grappig. We hadden de laatste... Focus. Ja, met de focus. Oh, sorry daar. Maar een heel leuk verhaal. Maar toen zeiden we van... we liepen uit de notaris en toen zei Marijn, ik zeg, wat is eigenlijk de doelstelling van Heilzaam, wat gaan we ermee doen? Toen zei Marijn, we moeten echt binnen 3 tot 5 jaar 5 miljoen bezoekers hebben, dan hebben we bereik. Per maand, zei ik. Per maand, sorry natuurlijk, uiteraard. En dan hebben we bereik en dan kunnen we op basis daarvan kunnen we andere dingen gaan bouwen, want dan hebben we die mensen. En na 1,5 jaar hadden we die 5 miljoen. Doordat die websites die we gekocht hebben. En toen we die websites kochten, hadden we met die 3 websites 1,5 miljoen bereik per maand. Maar door wat handige SEO-trucs, zullen we zeggen, zitten we nu op 5,5 miljoen. Een goede redactie. Een goede redactie. Sorry, redactie. Als komt er niemand terug. Maar bijvoorbeeld door het nieuws te laten voor wat het is, want toen is het bijna geen gezondheidsnieuws meer. Want daar zoekt niemand meer op. Ja, dus als je zegt 3 glazen wijn, goed voor jou. Blijkt uit een nieuw onderzoek. Dat is dan een nieuwsitem wat heel erg leuk in de krant is, op radio. Maar daar zoekt niemand op. Iedereen zoekt op alcoholisme. Je opent nu je site dokter met de voordelen van dagelijks koffie drinken. Dat vind ik net zo'n bericht als dat wijn wel of niet het goed is geen voor nieuws, is. Maar het is geen nieuws. Nee, dus, in die zin is het geen nieuws. Precies, dus SEO-wijs komt dat terug. Koffie drinken, is dat goed of slecht? Dan komt dit bericht terug. Dus. Ja. En we zitten nu op de 5,5 miljoen per maand. Oké, dus bereik heb je gegenereerd op een slimme manier en door goede content erop te krijgen. Hoeveel mensen heb je dan werken qua redactie? Of, we werken nu in totaal zo'n 10 mensen. Ja. Dus dat is een serieuze redactie? Het is een serieus bedrijf, een heel net winstgevend bedrijf. Maar dat is voor ons wel echt het begin. Dus wat wij nu aan het doen zijn van, die mensen die komen daar, die hebben allemaal een probleem. En de vraag is eigenlijk, kunnen we ze ook een oplossing geven? Ja, ze geven een antwoord. Ja. Nu ook de oplossing. Kunnen we ook de oplossing geven. En een heel groot deel van... Noem een paar voorbeelden. Dus een heleboel dingen die hebben... Laten we eens even... Dus je hebt namelijk problemen die heel makkelijk zijn op te lossen. Meer bewegen, geen alcohol, op tijd naar bed. Nou, dus daar moet je ook de oplossing... Nou, moet je niet... Mama maar rijden. Hè? Ja, hoor je het nou? Bewegen doe ik wel. Dit hoor ik elke dag. Hè? Dus een beetje... Dat gaat over... Dan moet ik ook bewegen. Als ik zo graag ben, bewegen. Ja. Maar er zijn dingen die je niet zelf kan oplossen. En dan moet je toch gaan kijken, waar moet ik dan terecht? En dat is dus die zoektocht, dat is nu de volgende stap waar we mensen mee gaan helpen. Ja. Waar kun je terecht? Wat is een goede specialist voor jou?
Ben ik ervoor verzekerd? Wat kost het? Dat vind ik eigenlijk een hele interessante vraag. Dus ik ben net geopereerd. Ja, ja. Ja. Wat zou dit nou gekost hebben? Geen idee. Ja. Maar het is toch fijn, ik vind dat je dat moet weten. Omdat je het uiteindelijk ook betaalt door je verzekering. Nou, dat soort dingen. Maar je noemt nu wel een paar dingen. Die zijn echt ongelooflijk ingewikkeld. En die liggen ook ongelooflijk gevoelig. Ja. Bijvoorbeeld, wat is een goede specialist voor jou? Ja. Er zijn allerlei pogingen gedaan natuurlijk met het raten van specialisten. Ja. En, weet je, elke specialist heeft binnen zelfs een heel specifiek vakgebied heeft daar binnen weer zijn eigen specialisme en zijn reputatie. Hoe ga je dat nou ontsluiten? Hoe kan jij vanuit, als je zolang je blijft denken vanuit het consument, komt dat altijd helemaal goed. Dus zoals de consument de kwaliteit beleeft, dat is de kwaliteit van die arts. Ja, zo zien wij dat. Zo zien wij dat. Het is misschien niet zo. Je kan alle manieren natuurlijk kwaliteit bekijken. Dus een aardige specialist is voor je volgens jou beter luistert, dan een onaardige specialist. En iemand die op tijd is, op tijd die je uit de wachtkamer haalt. En een leuke wachtkamer heeft en geen arts en auto. Pink doet het nog steeds niet, maar hij was heel aardig. Nou ja, goed, maar dat zou het heel goed kunnen zijn. Kijk maar eens hoe dat met... Ja, maar vraag me af hoe je dat gaat doen. Nou, zo dus. Nou, kijk, de andere mogelijkheid is omdat dat je het perfect doet. Hè? Dat je dan vraagt van, nou, wat vond je van zijn kwaliteit? En wat vond je van de communicatie? En vond je dat? Dat is voor iemand niet te beantwoorden. Want de kwaliteit zal voor 80% gaan over de communicatie. Ja, het gaat over andere dingen. Dus ja, maar uiteindelijk als je mensen de keuze voorlegt, heb je liever een beetje een barse dokter die je pink goed zet. Of iemand die heel aardig is en er niks van kan. Daar kan je natuurlijk nog wel iets aan hangen. Je kan natuurlijk nog wel objectieve dingen daaraan hangen. Zeg maar, hoe vaak heeft hij die operatie gedaan? En hoe vaak succesvol. En hoe vaak zijn de mensen overleden tijdens zo'n pink operatie bij. Weet je, dus dat soort dingen zou je daar kunnen hangen. Maar ik heb niet de illusie dat we kunnen beoordelen als consument wat de uiteindelijke kwaliteit van die behandeling is. In dit geval zeg je dus, we gaan mensen helpen de beste te vinden door ratings te faciliteren. De ratings zijn maar één ding in het geheel. Ja. Daarom zeg ik ook van, het is... Wat voor dingen gebruik je dan nog meer? Nou, de kwalificaties van een specialist. Hè. Wat is nou zo'n echte specialist? Als we kijken naar een fysiotherapeut, is hij gespecialiseerd in ruggen en doet hij ook alleen maar ruggen? Ja. Dat is eigenlijk al zoveel. En hoe kom je aan die informatie dan? Die zijn we eigenlijk aan het... Er zijn een aantal databases al van. Dus die zijn we aan het koppelen. Ja. En het is ook gewoon vragen. Ja. Dus het is ook als iemand zegt. Het is ook een handwerk. Het is ook heel veel handwerk. Ook precies. En wat voor opleiding heeft hij gedaan? En wat voor andere ervaringen heeft hij of zij? Dus maar het is hetzelfde met... als ik naar een restaurant ga, dan weet ik ook niet of die hamburger goed gebakken is. Ja of nee. Weet je, maar mijn ervaring telt daar ook bij. Als je gaat kijken op booking.com en allerlei andere van dat soort reviews en rating sites. Dus meestal krijgen mensen, dat zie je bij Zorgkaart Nederland ook, hè, die hebben ook van die reviews en ratings, doen het heel goed trouwens. De meeste specialisten krijgen allemaal een 8 of een 9. Ze krijgen alleen maar 1 ster als ik kwam op de afspraak en de afspraak was er niet. En wat je bij alle rating sites ziet, dat is mijn verhaal altijd een beetje. Eigenlijk als je kijkt bij Airbnb of bij de auto versie ervan. De ratings gaan eigenlijk altijd over de persoon. Ja. En uiteindelijk niet over de auto. En uiteindelijk ook niet over het huis. Als mensen ergens geweest zijn op Airbnb en ze hebben een cake gekregen toen ze aankwamen. Ja. Ook als het huis daarna minder was. Ja. Daar gaat eigenlijk maar het zou zelfs zo kunnen zijn, Roeland. Want jij zei van ja, hoe kun je die kwaliteit meten? Als consument heb ik misschien toch liever die arts die naar me luistert dan de arts die me het beste... Dat weet je niet. Nee, maar weet je, uiteindelijk, daarom vind ik het een lastige. Want de gezondheidszorg, uiteindelijk, weet je, zijn we allemaal zo kwetsbaar op ons lichaam. En je wil gewoon dat het goed gefixt wordt. Ja. Dat vind jij ook belangrijker. Als je ik zie wel ook daar een kanteling in. Dat mensen ook wel zeggen van hoeveel behandelingen moet ik nou doorgaan. En dat je van een specialist niet meer accepteert dat hij niet fatsoenlijk moet communiceren. Nogmaals, ik heb niet de illusie. Maar dat heeft niets natuurlijk met de kwaliteit van de medische ingreep. Nee, maar ik heb niet de illusie dat wij dat op korte termijn kunnen oplossen. Dus maar daar zou je kunnen zeggen, ze zijn ook afgestudeerd. Ze hebben ook dus je mag vanuit gaan dat ze die basis hebben. Ja, maar dat blijkt niet zo te zijn. Ja. Dat weten we allemaal. Dan moet je dus aangeven. Nou ja, je hebt recht op een relaties in de medische sector. Nee, je hebt recht op een second opinion of wat. Maar ik ben het met je eens. Maar we gaan dus die weg gaan we dus zeker gewoon niet in. Dus we gaan gewoon echt vanuit de consument. Wat heb je als consument het gevoel en wat heb je nodig om daar een keuze in te maken? Maar goed, dat is wat je zegt. We hebben eerst publiek. Nog één ding over die. Want het gaat nu heel erg over die ratings en ik vind het maar één ding. Maar als je kijk, de future of ratings.
Dat gaan wij niet doen. Maar ik zie het al aan de Uber en de taxis. Ze kijken me allemaal aan, nou, doe je alsjeblieft 5. Dus iedereen moet zich 5 sterren invullen. Ja. Dus die hele ratings is een... Daar gaat een nieuwe vorm van ratings komen. Dat denk ik. En, maar dat is voor een andere Zeker. Start-up. Dus een nieuwe start-up. Dan gaat een nieuwe ratings Als er mensen zijn met goede ideeën, willen daar graag in investeren. Nee, maar wat ik hardgrondig onderschrijf... is dat er natuurlijk bij de klanten, de consumenten... natuurlijk een hoop vragen zijn over de medische... Eindeloos veel vragen. Alleen al het feit, wat zit nou in die basisverzekering, wat zit er niet in? Waar kan ik nou zonder verwijsbriefje naartoe, ja of nee? Waarom moet ik deze pillen eigenlijk slikken? Ja, weet je wel? Precies. En is er ook nog vragen omdat je het niet durfde? Ja, dat heeft het al gezegd of zo. Maar jullie zeggen dat je bent eigenlijk een soort paraplu aan het maken. In dit geval heb je bereik. Daarna ga je luisteren naar jullie bezoekers. Wat zijn nu de vragen? Hoe doe je dat? Hoe haal je zeg maar de vragen uit de bezoekers van jullie site? En om daarmee te leren welke nieuwe diensten je moet gaan aanbieden? Nou, ik denk dat we zo gaan luisteren. Ik denk dat we gewoon, dat doen we eigenlijk nooit. Wij doen gewoon. Ja. En dan kijken we wat de bezoekers doen. Als ze er komen, dan hebben we het goed gedaan. Ja, zo doen wij dat. Dus we maken iets. We hebben ook nog nooit marktonderzoek gedaan. Dus dat is het laatste wat we... Maar het is wel interessant als je in eerste instantie zegt... Nou, wat wij doen is, we gaan eigenlijk de vragen beantwoorden die mensen hebben. En daarna zeg je... Ja, als je aan mensen gaat vragen welke vragen heb je, dat vind ik ook... Maar ik vind het fascinerend, Mark. Want wij zitten de laatste tijd... We hebben heel veel start-ups en jonge ondernemers aan tafel. En het is tegenwoordig allemaal hot en hype. En investeerders en... Rocksterren. En rocksterren. En die zijn allemaal bezig. Die worden allemaal door de mangel gehaald. En die moeten allemaal dingen doen waarvan jij zegt, doen we nooit. Nee. Valideren. Ja. Demo day, dat doen we ook nooit. Nee, minimal viable product. En dan... Het doen en zelf het gevoel hebben dat het is. En precies, ook niet als je het aan te veel mensen vraagt, dan gaat iedereen daar mee. Dan krijg je een compromisproduct. Jullie volgen je eigen visie. Ja. Ja, ik laat het wel eens even aan iemand zien en die zegt dus iets slims en dan pas ik wat aan. Maar als ik het met 10 mensen ga doen, dan krijg ik een compromisproduct. Ja. Dus dan moet het eerst bij een consument. En dan zegt de consument, ik had het anders gewild. En ik denk, ik moet het anders doen. Had vast 1 van die 10 had dat gezegd. Ja. Maar ik weet niet welke van de 10 dat advies geeft. Dan zijn we consument kan dat goede advies geven. Ja, maar met ons nieuwe product... En dan stoppen we ermee. Want dan, we zijn vaak op bereik, en bereik is je bewijs natuurlijk. Dat bereik, je als mensen komen en weer terugkomen, dan doe je het goede. Dus in dit geval, om specifiek ook op je vraag van... ga je die vraag stellen? Kijk, wij weten nu al best wel goed waar mensen op zoeken en waar ze op komen. Dus daar waar ze veel op komen, zijn blijkbaar onderwerpen die ze graag via internet zoeken. Ja. Schaamteonderwerpen. Ja. Is een ding wat we al veel zien. Nou, dan gaan we daar eens even kijken of we dan nog wat daar de problemen zijn. En dat is meer soms een beetje op gevoel, kun je bijna op gevoel al bijna doen. Ja. En hoe we meestal werken is, zoals nu ook met ons nieuwe product, hè, dat heet Solvo, dat is het antwoord op de vragen dus, en de oplossing. Is dat we zijn 1 januari begonnen. Met een website. En 1 februari zijn we begonnen met de ontwikkeling van de volgende versie van de website. Dus dan gooien we de oude website, de huidige website, weg. En dan gaan we gewoon iets heel nieuws bouwen. En wat is Solvo? Legt dat dan eens uit? Want dat... Solvo is het systeem wat we gebouwd hebben. Ja, waar je de beste specialist kan vinden voor jouw probleem. Ja. En het is niet dus dat uniek. Is 1 onder de paraplu van Heilzaam. Ja, precies. Het is geen unieke concept, maar wel, het is uniek dat we dat gekoppeld hebben aan die website. Zodat we daar het antwoord geven en gelijk de oplossing kunnen aanbieden. Ja. Zodat je niet het probleem van dat soort websites is, als je dat als start-up moet opzetten, is dat je bereik moet hebben. Dus dat bereik moet je dan kopen. Ja, dat is natuurlijk een enorm dure aangelegenheid. En wat is jullie businessmodel bij zoiets als Solva? Abonnementsmodel. Abonnementsmodel. Dus, de specialisten die daar op willen staan, die betalen een maandelijks bedrag. Dat is het. Ja. Dat is heel simpel. En bij Heilzaam is het model de exploitatie van de content op allerlei verschillende manieren. Dus advertising, licenties, dat soort dingen. Hey, je zei aan het begin al, we doen investeren en ondernemen. Maar als ik jullie beluister, is dat investeren belangrijk als je iemand tegenkomt waarvan je denkt van we geloven in die persoon. Maar ondernemen is eigenlijk waar jullie hart ligt. Ja, dat, wat we 90% van de tijd doen. Ja, maar dat betekent niet dat je hart daar ligt. Ja, ik denk... er ligt een heel groot deel van je hart daar. Dat is wat we zijn en wat we doen. Ja. Maar misschien is het gewoon die andere 10% die investeren is ons leren.
Ja. Wij leren van deze mensen meer dan hadden, wat zij van ons leren. We hadden de illusie dat, weet je, we zijn ervaren ondernemers. Wij zullen die jongens en meisjes wel vertellen hoe je dat zo best kan opzetten. Nou, dat waren we binnen 5 minuten al achter dat natuurlijk helemaal niet slim is. Want zij kunnen ons vertellen hoe je dingen moet doen. En dat is gewoon hoe je omgaat met nieuwe parameters, nieuwe KPI's die je kan gebruiken. Hoe je business monitor. Ja. Nou, het gaat ook nog van als je denkt, ja, ik wil even iets kleins uitproberen. Oh, dus je moet even, dit is een nummer van iemand in Pakistan. Ja. En dan zit ik daar met iemand, een man in Pakistan, Pakistan te skypen. En die heeft daar een team met developers achter zich. En die bouwt inderdaad voor €100 een hele site en doet het allemaal. Ik had zonder deze start-ups had ik nooit met deze rare man in Pakistan zaken zien te doen. Ja. En dat is eigenlijk hartstikke leuk en heel interessant om te zien hoe dat gaat en hoe makkelijk je dat even in het buitenland doet en hoe je dat daar neerlegt. En zo zie ik wel meer dingen, even een toeltje om. Ik zeg nog pas een tool om te kijken wat meer online marketing te doen en te zien wat het bezoek op je verkeer, de sales, online sales zeg maar, op je website. Nou, daar hebben ze meteen het perfecte tooltje, omdat ze dat al gebruiken. Ja. Maar als ik dat zelf had moeten onderzoeken wat het perfecte tooltje was. Ja, dan was je daar geweest. Terwijl, ja, je zou zeggen andersom, zij bellen mij, want Marijn die werkt al 10 jaar, die weet wel wat het perfecte tooltje is. Nee, want die tool bestaat net 2 jaar. Mm-hmm. Ja. Dus je moet daar iedere keer weer. En op een gegeven moment, als je een tool hebt, dan blijf je daar ook in hangen. Ja. Hey, Roeland zei aan het begin al focus. Hè. Wat zeg maar meestal het verhaal is. Wat investeerders in ieder geval vertellen. Dat schijnt te moeten. Ja. En toen gaf hij al een beetje aan. Als die lijst van jullie zo doorkijk, dan. Nou, behalve zeg maar het hele heilzaam stuk, hè, want dat is natuurlijk duidelijk. Ja. Maar er komt investering in Yippie, investering in Fairthread. Dat zijn allemaal voorbeelden. Wat jullie betreft, dat je zegt van we kwamen in contact met een persoon, met een mooi idee, een goed verhaal. Ja. En, kijk bijvoorbeeld naar Ruben Timmerman van Springers inderdaad. Nou, die kenden we al wat langer vanuit, ja, ik weet het niet, van internet. Ja, nee, niet van YouTube. Dat is Paul. Dat is Paul Veug. Oh, okay. Dus, okay. Ik dacht dat Ruben verhaal. Daar ook bij betrokken was. Ja, vroeger was Ruben inderdaad user interactive. Hij was vroeger interactive design. Sorry. Klopt. Ja. Ik heb hem een keer vanuit Usabilla ingehuurd voor de NOS. Precies, hij deed van die spreekbeurten over. Die spreekbeurten, ja. Maar toen heette het nog EduHub, hè? Ja. Usabilla heette. Hey, het is nog iets anders, iets van user. Iets met user. Ja, wat wel een belangrijke focus is trouwens bij ons, is dat we als mensen komen met een idee, dat we altijd de naam afkeuren. Dat we een nieuwe naam geven. Dus Springers heette vroeger EduHub. Ja. We hebben gezegd van nou, dat gaan we echt niet. Dat moet Springers zijn. Niet doen. Paul kwam met een verhaal van. Springers vind je wel een goede naam. Use rate. Nee, zeggen we nou, dat kan echt niet met Usabilla zijn. Voor de rest mogen ze hun gang gaan, zeg maar. Zeg, hier laten we de rest, maar die naam. Naam inderdaad. Ja, precies. En ja, Springers is een hele mooie naam. Dus dat is echt een hele goede. Hey, kun je eens vertellen, want er zijn op jullie tijdlijn zie je ook al alle plekken dat je zegt verkoop, bijvoorbeeld Mannen Media, Autoblog. En je stapt in, je stapt uit. Ja. Wat zijn de momenten waarop jullie uitstappen? Als er iemand langskomt die het graag wil hebben. Ja. Dus niet dat je dan zat bent, zeg maar dan is het gewoon zakelijk en interessant. Ja. Ja, eigenlijk wel. Of heb jij nog iets anders? Ik weet het niet. Nee. Er meestal is geen patroon. Nee, het is niet zo dat we zeggen van we zitten er voor 5 jaar in of wat dan ook. Maar als er morgen iemand langskomt van Usabilla en die zegt van weet je, we geven er €1 miljard voor. Nou ja, weet je, wie zijn wij dan? Ja, ja. Je zei eerder van Human, daar hebben we zelf van aan de wieg gestaan. Hoe gaat dat in zo'n geval in zijn werk? Nou ja, we vinden de founders vinden we altijd heel erg belangrijk. Dus en het kan soms voorkomen dat je in een situatie bent als founder dat je een beetje vastloopt in je eigen onderneming. Of dat de onderneming gewoon niet gaat en het gewoon moet stopzetten. En dat was een beetje het geval met Renato. Die had Cardcloud waar wij ook in investeerden. Ja. En dat ging dus niet goed, dus dat hebben we moeten stoppen. Of heeft hij gestopt, hebben wij niet gezegd. En toen zei hij van, ja, wat ga ik nu doen? En toen hadden we net het idee van e-health. En toen zeiden we, zullen we niet met z'n drieën wat gaan doen? En prompt een maand later kwam Paul Veugen en die zegt van, ja, weet je, ik loop een beetje vast met de Usabilla. Dat gaat toch niet zoals ik denk dat het moet lopen. En ik denk dat de nieuwe mensen die ik aan heb genomen, Mark en Roel, dat eigenlijk veel beter kunnen. Waar die ook terecht. Dat is een goede zet. En toen op een gegeven moment zaten we met z'n vieren te denken aan e-health. En toen hadden we een bedrijf, het Human
Co.BV of zo heette het ook. Ik weet niet. Nou ja, zoiets. Human.co. En toen hadden we al vrij snel het idee van... Oeps, er zijn er gewoon twee te veel. Ja, wij keken de groep in. En zeiden, we hebben veel chiefs nog niet. Ja, juist. Ja. En toen keken ze aan. En wij kunnen natuurlijk niks. Nou, dan moeten jullie maar weg. En dat hebben we toen maar gedaan. Tuurlijk. Toen zijn wij weggegaan. En mooi is, zeg maar, Renato hier, je zei het al, Cloudcard, Human en nu ook zwaar, nog zwaarder in Amerika. Mm-hmm. Als je nu kijkt naar wat jullie doen, als ik jullie zo hoor praten, zeg je van nou, dat die gezondheid, dat is zeg maar voorlopig wel ons belangrijke speerpunt. Ja, maar als mensen nu kijken en ze hebben een goed idee, mogen jullie nog bellen, lastigvallen? Dat doen ze altijd. Dus wij krijgen, elke dag krijgen we wel een pitch. En die kijken we ook gewoon door. En we hebben wel een focus op e-health nu qua investeren. Maar ja, Otrium zitten we ook... 3/4 jaar in of zo. Dus, ja, we doen alleen maar e-health. En ja, die Otrium vond ik wel interessant. Ja. Dat is fashion. Dat is inderdaad wel heel wat anders. Precies. En ik kwam ook Fair Thread tegen. Ja. Dat zijn hoesjes voor... Ik zeg het even misschien heel plat hoor. Maar hoesjes voor iPhones. Nee, laptop sleeves. Nee, het is van adieu.co. Oh, daar zit ik helemaal verkeerd. Ja, het is de BV-naam. Dit, Fair Thread, dat is het niet. Nee, dat is het niet. Nee. Dat ik weet in ieder geval. Zit dat er niet in? Okay. Heb je dat stiekem gedaan? Dat is de BV-naam, maar de nee, ik heb het niet gedaan. Nou, dat is wel grappig. Als je een Fair Thread googelt, kom je dus hier. Ja, nee, ik stond bewust geen linkje bij. Ik zal even vragen. Ruimo van der Klein, bekend van Layer en met Team Lee, een nieuwe bedrijf. Gewoon een vraag naar welk adres hij moet mailen. Oh, Mark@Borales of Marijn@Borales. Oké, Raimo, dus dan weet je dat. Teamleader volgens mij heeft dit al gedaan. Toen hebben we toch afgewezen al? Teamleader afgewezen? Oh, sorry. Nou, bij deze dan. Ja. Maar mail gerust. Ja. Hey, Bert de Boer, is jullie bekend vroeger mee gewerkt? Kan dat of niet? Ik ben dat zoiets van... Ik zie oude bekenden van... Van Freeler. Oh, dat zou kunnen, ja. Johan Schaap zei net van... Is bij de zorg niet een van de problemen... dat de financiering vooral in de cure zit... en niet in de preventie? Ja, dat is een groot probleem. Maar ja. Degene die daar wel voor willen betalen... is de consument. Dus dat is goed. En degene die ervoor zouden moeten willen betalen is de zorgverzekeraar. En die zegt dat hij het wil, maar die wil het eigenlijk binnen 6 jaar terugverdienen. En dat is best een moeilijke rit. Ja. Dus ik zie daar, bij de consumenten zie ik daar een hele sterke verandering komen. En nou, dan komt uiteindelijk de gevestigde orde daar ook wel achteraan. Ja. Het gaat komen. Ja. Ja. En jullie zeggen eigenlijk van wij focussen ons op de consument, de burger, de persoon die dit allemaal nodig heeft. En wij willen eigenlijk niet heel veel te maken hebben met die logge ingewikkelde... Ja, ik zeg het misschien wat anders. Misschien moeten we het wat anders zeggen. Kijk, je moet veranderen in deze markt. En de gezondheidszorg die wil ook veranderen. Maar het is ontzettend moeilijk om vanuit een bestaande organisatie te veranderen. En dat is een soort weg die als de consument dan al een beetje verandert, dan is het ook wel makkelijker om die gezondheidszorg te veranderen. Dus dat is een beetje, het moet gewoon een beetje draaien. Ja, als de consument weet wat er kan en weet wat de mogelijkheden zijn en ook dus die meer macht krijgt, dan zal de rest meegaan, hebben wij het idee. Niet duwen. En dat is vooral de kanteling in de markt die jullie zoeken. Ja. Wat ik wel... waar ik echt nog wel naar zoek is een antwoord eigenlijk op die schaalbaarheidsvraag. Want dat bij internet ondernemen hoort vaak ook een schaalbaarheid. Mm-hmm. Dat zie je ook bij de dingen die jullie in het verleden hebben gedaan. Venda was schaalbaar, die autoplatformen waren schaalbaar. In de gezondheidszorg is het heel erg gebaseerd op kwaliteit en het beoordelen daarvan. En heel veel handwerk, zeiden jullie net ook al. Hè? Ik lees zelfs bij Solvo... de beoordeling van specialisten, voorlopig alleen fysiotherapeuten, dat je zelfs bij elke praktijk langs gaat. Ja. Weet je, dat is een heel ander soort business die je... Ja, maar dat is met name in het begin, hè. Dus als je gaat kijken naar hoe je zo'n... Want je claimt ook, op dat platform staan alleen de beste. Ja. Hoe? Ja. Weet je wel, dat lijkt me best een claim. Dat doen we natuurlijk omdat we een database willen bouwen met kwalitatieve informatie.
Dus als jij, wat sommige andere startups wel doen, is zeggen van, weet je, we plempen gewoon iedereen erop en vragen eventjes. Ja, je koppelt een paar openbare. Ja, en nou, we vragen even, voel eventjes wat, ja. Wat dingetjes in. Ja. Dan krijg je een hele lege profielen, een hele lege set van, ja, eigenlijk geen informatie, gewoon data, waar je als consument niks aan hebt. Dus juist in het begin investeren wij echt extreem veel, misschien wel, nou, we kunnen niet te veel, maar extreem veel in het zorgen dat we de kwalitatief goede informatie op die site krijgen. Dus dat kost heel veel geld. Daarna, dan denk ik zo 2017, 2018, zal dat dan zelf een ja, aanzuigende werking moeten hebben. Dat mensen zeggen van, hé, als ik daarop wil staan, moet ik deze informatie aanleveren. Het is een beetje hetzelfde wat we, om te vergelijken met wat we met Funda gedaan hebben. Mm-hmm. Toen we daar begonnen, toen... Nou, moest je waarschijnlijk ook zelf foto's van huis gaan. Nou, we hebben iets anders gedaan. En Iens ging zelf met de schriftjes. Ja. Nou, het is eigenlijk moet je precies die weg. Ja. Het is dezelfde weg. Je moet een standaard neerzetten. Dat is de parallel. Ja, dat is de parallel. Bij Funda hadden we in het begin, hadden we geloof ik 5% van de huizen hadden we foto's. Maar we wisten wel dat er overal foto's van waren. Ja. Maar toen hebben we gewoon gerankt de resultaten op foto's. En binnen 2 weken hadden we van 90% een foto. Ja. En toen zeiden we, hoe meer foto's, hoe hoger je komt te staan. Ja. Totdat we van de wc's 20 foto's kregen. En toen hebben we dat weer aangepast. Dus er zijn natuurlijk wel technieken voor om daar dingen aan mee te doen. Ja, dus heb je ook hele duidelijke gedachten over hoe dat zich in de toekomst gaat ontwikkelen. Er zit echt schaal in op dit stuk. Maar je moet, het gaat eerst dat je iets neerlegt wat kwalitatief heel goed is en waar consumenten meerwaarde aan hebben. En dat kost heel veel energie en tijd, buitenproportioneel veel. Yeah, maar dan leg je op een gegeven moment echt iets neer en dan worden mensen blij. Ik denk van, klik ik op fysiotherapie, de praktijk goed in Schellingwoude. Daar ben jij dan dus langs geweest, of een van je medewerkers. Ja. Ik ben vanochtend bij 5 praktijken geweest om foto's te nemen. En daar heb je foto's gemaakt, heb je met iedereen een gesprekje gevoerd. Dat zit je netjes in het CMS in te voeren en daar een mooie entry van te maken. Maar dat is het leuke. Als je ik kan voorstellen dat het hartstikke leuk is om te doen. Maar we doen het ook omdat we het leuk vinden. Ja. Dus ik bedoel... Ja, maar dat zie ik aan jullie. Maar dat snap ik ook wel. Nou, er is toch niks leukers dan jullie toch ook? Dus dingen doen die je leuk vindt. Ja. Behalve dit soort gesprekken dan waarschijnlijk. Je moet even tussendoor. Ja, we hadden gedacht dat het leuk zou zijn. Ja, maar dat kunnen we ook niet aan helpen. Maar jullie moeten gewoon een beetje leuke vragen stellen ook. Ja, dan gaan we ons best voor de volgende keer. Nou, wij proberen altijd alles te begrijpen. Maar dat doe mij ook niet. Ik vind het altijd heel knap. Dus ik kijk natuurlijk naar jullie programma en dan zie ik mensen aan tafel zitten die echt dingen hebben uitgewerkt. Ik vond het gesprek met Quinten, dat ken ik natuurlijk heel goed. Ja, ja. Ik heb ook geen hoodie of suit aan, dus dat vond ik wel jammer voor hem. Sorry, Quinten. Ja, maar dat je zo'n heel uitgebreid schema hebt hoe je zo'n bedrijf opzet. Of mensen van holocratie die heel zo'n schema hebben hoe je democratie in je zelfsturende teams in je organisatie moet hebben. En dan kijk ik Marijn aan en zeg van, ja, maar jullie dat hebben wij helemaal niet. Jullie zijn echt intuïtieve ondernemers. Ja, ik denk het ja. Ja, ik weet het. Zelfs daar denken we niet over na. Precies. Dus wij doen eigenlijk. Ja. Dat is eigenlijk onze... Ja, nee, maar als je dan... Ik vind het ontzettend een aangename relativering en een aangename lol die je hebt. Maar jullie zijn zeer succesvolle ondernemers. Maar als ik naar je vraag, wat vind je zelf jullie kwaliteit? Want jullie doen heel veel goed, dat is aantoonbaar. Mensen houden jullie ook in de gaten. Ik zie ook de reacties op het moment dat jullie bekendmaken dat je uit de auto-business stapt en je gaat focussen op health. Dan zegt iedereen, nou jongens, hou dat maar in de gaten. Want als zij dat gaan doen, dan gaat er wel wat gebeuren. Ja, weer verantwoordelijkheid die we liever niet hebben. Maar ik denk dat het juist de kwestie is van doen. Dat we dingen gewoon doen. Ja, en dat we ook niet proberen. Dus een beetje links, een beetje rechts en het doen. Oh, dat is misschien heel belangrijk. We laten ons niet leiden door de angsten. Oh, dat wist ik helemaal niet. En dat ben jij de beste. Ja, dat is waar. Dat is het verhaal van die advocaat die ik net wilde vertellen. Oh, dankjewel dat je even... De notaris. Nee, als je naar een advocaat gaat, waar we laatst helaas heel veel mee te maken hebben gehad. Voor leuke dingen, hoor. Maar die zeggen dan altijd van, stel je voor dat er dit en dat zou kunnen gebeuren. Dan moet je dat en dus en zo. Ja. En dan, het risico. En dan zeggen we, wat kan het risico nou zijn? We gaan gewoon door. En we zien wel waar het schip strapt. Toen maakte hij nog een leuke opmerking over notarissen, maar toen bleek die man zijn vrouw notarissen zijn. Dus we werden sowieso geen vrienden. Dus Hey, maar hebben jullie voorbeelden van schepen die gestrand zijn? Heel veel.
Zullen we beginnen? Je hebt er al een genoemd, dus CardCloud. Ja, CardCloud, goed. Ja. Ik denk heel veel van de, als we er, dus als je in die medische wereld zijn we dingen begonnen. Dus, ik zag pas een soort van even alles opschonen. En ik kwam dingen tegen en ik, oh, we zijn nog Viridato begonnen. Ja. En zo zijn we begonnen met het een geautomatiseerd onderzoek naar alle ziekenhuiswebsites. Ja, waarom, weet ik eigenlijk niet. We hadden geen business plan. Goed, wel goed doen. Ja, we hadden, dus wel een mooie naam. We zijn begonnen met een logo maken. Ja. Totaal foute focus. Ja. Maar het heeft ons heel veel geleerd. Want toen zat ik naar de ziekenhuiswebsites te kijken en ik zag, geen enkele website mobiel. Ik zag een heleboel dingen. Ik zag wat ze daar deden, welke goed en welke slecht waren. En toen zag ik, mijn consumenten, waar komen die eigenlijk? En toen kwamen wij op dat stuk van, die consumenten die zitten op dat internet, maar waar zitten ze? Dus dat hele rare ziekenhuisonderzoek. Dat brengt je eigenlijk heel veel. Ja, het was eigenlijk misschien... Ergens anders. Dat was heel erg anders. Dat is eigenlijk misschien toch weer onze manier van marktonderzoek. Zo van, gewoon zelf je verdiepen ergens in. En als je gaat kijken naar de tijd die dat kost en het geld dat kost, is waarschijnlijk sneller en goedkoper en, dan een echt marktonderzoek. En je beleeft het ook zelf. Ja. Dus het blijft ook veel meer beklijven wat er gebeurt. Ja, maar dat stoppen, gaat dat ook op gevoel? Of hebben jullie een soort regel daarvan? Iets moet binnen zoveel tijd werken? Nou, meestal gebeurt het dat ik gewoon geen antwoord meer krijg op vragen van Marijn. Dus gewoon, en dan zeg ik, is het weer voorbij? En dan zeg jij, het is weer voorbij. Nee, maar we zijn heel goed in het doden van onze eigen baby's. Dus gewoon, als het niet werkt... Dan werkt het niet. En dan stoppen we daar ook mee. Hey, waar verschillen jullie in? Wat is jullie grootste verschil? Niets. Niets? Nee. Dus, dat is ook zo'n regel toch altijd? Ja. Je moet eigenlijk iemand zoeken die... Nee, je moet juist niet iemand zoeken die je aanvult. Je moet iemand zoeken waar je kan mee lezen en schrijven. En die je juist in die hogere punten een beetje tempert en in die lage punten... Wordt de directieoverleg genotuleerd? We hebben nul overleg natuurlijk. Nee. Wij zitten al 18 jaar tegenover elkaar. En gelukkig zien we elkaar steeds minder. Ja. Omdat die schermen ertussen steeds groter worden. Ja. Dus ik ben er heel blij mee. Maar je scherm, dus je kan er overheen kijken. Dus meestal heb ik zo'n picture-in-picture. Dan zie ik haar gewoon een beetje bij haar. En we zitten dan de hele dag van... heb je dit gezien? En dan heeft ze het al lang gezien. Dus wij hebben... Nee, we hebben echt nooit overleefd. We hebben wel af en toe eens dat we... een weekje ertussen uitgaan. Maar dan gaan we meestal naar een grote mall in Amerika om boodschappen te doen. En dat is eigenlijk onze directieafleg. Dus dan tijdens het boodschappen komen er de nieuwe ideeën. Ja. Hey, nog één vraag van Twitter, Johan Schaap. Hij zegt toch nog even Funda. Okay. Ik heb ondertussen al zoveel oprichters gesproken. Zit het nou echt? Ja. Wie bedacht het echt? Wie bedacht het echt? Nou, ik denk het... Wij niet. Om even een bruggetje naar Daan Roosendaal. Ja, het idee van zo'n huizenwebsite is natuurlijk helemaal niet nieuw. Mensen vergeten soms wel eens dat toen wij Funda begonnen, 1 januari 2001... dat de woonkrant van de Telegraaf de grootste huizenwebsite was in Nederland. Ja. Maar het idee van Funda is ontstaan door een Amerikaanse website, Homestore. Die samenwerkte met de Amerikaanse NVM, NAR. Waardoor de NVM eigenlijk op hetzelfde idee kwam. Ze zei van, we hebben ook een database, kunnen we daar iets mee doen? En die kwamen bij de ING om samen te werken met ING op hypotheekgebied voor die huizen. En zo kwamen ze eigenlijk bij ons, want wij zaten natuurlijk bij de ING dit verder te doen. Ja. En zeiden we, dat vinden we interessant. En toen zijn we dat samen met ze gaan oppakken. Toen hebben we nog wegen erbij gehaald. Want in die tijd was het nog zo dat je dacht van... internet kan je niet doen als je geen uitgever nodig hebt. Content, en dat is nu weer zo. Zo. Maar, je hebt altijd een uitgever. Maar goed, ik denk dat het belangrijke is... We zijn dus begonnen op 1 januari 2001. Dus ik weet niet wie dan de andere founders zouden moeten zijn. Maar wel belangrijk is, denk ik, wat wij hebben veranderd... is dat al die huizenwebsites... uitgingen van de verkopende partij. Zeg van, dit is mijn huis. Jullie hebben het omgedraaid. En wij hebben gezegd van, wat heb je nou nodig om je huis om te vinden? Om te kopen. Ja. Te kopen. En al die informatie. En daar is het ook op gestrand. Want voordat die tweet binnenkomt van, waarom zijn jullie weggestuurd bij Funda? Want we zijn gewoon echt ontslagen. Ja. en dat komt omdat wij gewoon daardoor wilden zetten. We zeiden van, de consument heeft nog veel meer informatie nodig. Daar ben ik nog steeds van overtuigd. Ja. We kunnen natuurlijk laten zien van door naar hypotheken, notaris, alles wat je gewoon nodig hebt op Funda zelf. Je kan gewoon zeggen van,
voor hoeveel is dat huis nou eindelijk verkocht? Precies, kadasterinformatie. Wat is de waardeontwikkeling geweest van het huis afgelopen 5 jaar? Hoe vaak is dat huis bekeken? Dat is zelfs dat staat nieuw. Misschien ook gewoon bieden, maar... Ja, waarom doe je niet gewoon via internet een bod? Zeg van, nou weet je... Oké. Nou, hartstikke goed. Nee, maar dus samenvallen, dit laatste stukje eventjes. Jullie rode draad is eigenlijk die transparantie, markten openmaken die gesloten zijn. Precies. En dat klinkt allemaal heel idealistisch, maar we doen het natuurlijk omdat we het gewoon leuk vinden om te doen. Ja, nou, dat hebben jullie volgens mij ook heel erg aanstekelijk duidelijk gemaakt. Nee, maar dat is het ook. Ja. Ondernemen is gewoon leuk. Ja. Heel veel mensen zeggen, ondernemen is eng, lig je s'nachts wakker en dan kan het allemaal wel. Ik bedoel, het lijkt me veel erger om in een grote organisatie te werken, binnen al die managementstructuren. Hier kunnen wij gewoon 's ochtends vroeg hebben het idee van, wat zullen we doen? Dan gaan we dat doen. Lukt het niet? Ja, lukt het niet. Dus ontzettend bedankt voor jullie komst. Ja, super. Okay. Dankjewel. Graag gedaan. Jullie bedankt voor het kijken. Volgende week dinsdag zijn we weer als je nu live kijkt. Als je On Demand kijkt, weet je dat je al onze uitzendingen via fastmovingtargets.nl of via YouTube kunt bekijken. We sluiten nooit af zonder te bedanken. 2ML die ervoor zorgt dat de site mooi en keurig gehost wordt. Streamzilla uit Groningen, waar vanavond heel erg hard gewerkt is om de stream ook nog weer mooi op tijd live te krijgen. Die moet ik eigenlijk altijd het laatste noemen van Martinus, vind je niet erg hè, dat ik het even in de verkeerde volgorde doe. Martinus zit daar achter de techniek. Want Bier & Co natuurlijk weer voor een lekker biertje. Hoe vond je naam steken? Deze vond ik echt lekker. Ja. Dus, dat hoef ik niet te zeggen. Hè? Even. Nee, dat zeggen we altijd bij. Als we het niet lekker vinden, zeggen we het ook. Maar goed, Bier & Co. Dus. Vorige week had ik gewoon een palmpje, dat beviel eigenlijk ook al. Ja, dat is goed, maar toch. Ja. Dat is dus onze biersponsor. Ik wilde ook nog eventjes zeggen dat je media over innovatie mede mogelijk kunt maken door tientjes lid te worden van Fast Moving Targets. Hij trekt zijn tientje al. Ik trek mijn tientje. Deze uitzending is weer geregeld. Jullie bedankt voor het kijken. Tot volgende week. Dag.